door de disco. Er zijn zoveel feesten komen in van, hoezo alcohol misbruik, hoezo is de disco niet goed voor je? Kijk eens, rustig, niet zo laat, gewoon gezellig, mee over en door avond en door de singles. En daarom vraag ik heel veel voor, met zo'n schrikkelijk mooi bedrijf hier aan de single, maar ik mag geen reclame maken. Douwe, toppie! 9! Patrick Timmermans met de Keersbo. Maar is het de Keersbo of? De Keersbo is weg. De Keersbo, die waren er nog niet. Nee, ja, het is ook net even te vroeg. PSP bedoeld en dan de Keersbo, jongens. 44. Roy van Zutphen is het turfschip op de lightboat. Als ze alle drie gaan liggen, denk ik dat het een turfschip is. Maar nu dat ze zo ziek is, volgens mij gewoon de lightboat. En natuurlijk een waanzinnig applaus, dames en heren, voor de reddingsbrigade. Die de hele tour en continu maakt over alle boten. Echt een duidelijk applaus voor de reddingsbrigade. Bedankt aan Harry voor de reddingsbrigade. 47, Zwijndorf. Holy Daisy Margarietje. Een bootje vol met margarietjes. 3, ja, dat weet ik. 3, 3 is 9. Ja, jullie hadden je kaartje gedaan, dat vind ik ook gek. En de plaats van Bellen Sint Maarten is gewoon, jongen, die was ook aan de. We hebben dit jaar een drietal prijzen. Wat is dat? Sigar Zelder, puur Bone Design. Ja. Zorg op nummer 14 in Eka. Ik ga niet wachten. 43. Ja. Liefde voor de velden. Maar dat kan echt niet. Kom dan eens met. 43. Die velden zelf. 59. Dan doen we het voor Hans en Sink. De bruiloftsgasten van Paar van Marijn. En kijk eens wat een ingetogen bruiloft. Jongens, die ruimte is een heel beetje voor jullie. Goed zo. De bruiloft van Anna van Boleyn. En het is voor hun een sprookje. Ja, dat vind ik leuk. Is het een sprookje, jongens? Ja, absoluut. Een applaus voor haar, dames en heren. Dit zijn mensen bezig en geven gewoon maanden aan voorbij. Maanden. En ook bij die vanmiddag, dan kom ik gewoon wat licht tegenaan. 55, op Veldram, 1001 nacht. Nou, dan is het volgens mij aan boord hoor. En hier komt een levende voorbeeld dat ook in de haven van Milaan een vliegtuig kan storten. Waar je dat vorig jaar piraten. Nu is het gewoon een imitatie van het vliegtuig van Houston naar New York. Ja. Ik ben het helemaal blij, want het staat ergens voor op. 38, ik ben gek op de kinderen. Ja. 38, ik ben gek op de kinderen. We zijn hier vliegen door de singles met Breda Airlines. Uitzending is dat iemand bubieus. Als de aanhoud gedekt wordt, dan kan het steeds heel terrein op dat de beste vliegveld komen. Ja. En dit ook de roepen en ouders en raadsbijdrond. Dat zou ik wel die opnieuw doen, zijn jongens. Nummer 70. Ik wil vragen. Ja. Je gezond of nooit je gezond? Kijk eens, en ja, de mast gaat al degelijk omhoog. En dat is de tienersbrandvaart. Dus de 59. Natuurlijk hebben we daar 70 kennis. Kijk eens even. En tieners is alleen eens mensen op de kamer. En jongens, Breda, geef dan een applaus. Gewoon aan jezelf. En een zwaar licht. En deze scouting heeft het toch voor elkaar gekregen om inderdaad als gevolg zijn we ook de sales op Breda te beklimmen. Wordt het niet heel veel varen, dan kun je onderaan gewoon kun je aansluiten. Is ook een stuk makkelijker. Dan
komt een hele diepe, diepe snoep. Maar dat kan ook vanwege de mannen zijn dat het lang geleden. Oh, dat is een hele diepe. Altijd zijn er maar. Je kunt niet verder hier. Hebben jullie een nummer, jongens? Oh. Jullie hebben helemaal geen nummer. Ik heb de bas omhoog en ga er net onderdoor. Nummertje. Op een lager nummer gehaald. Het is Adriaan van Bergen. Ooit was het een ijsbreker voor de singles. Heel vroeger was het natuurlijk de grote ijsbreker. En ik hoef u niet uit te leggen wie Adriaan van Bergen was. Die had eigenlijk met zijn turfschip Breda ontdaan heeft van het Zwaanschip. En ja, als je het zo bovenvaart, dan doe je toch niet wel. Otto de Nassaus hier aan. Een applaus voor de Adriaan van Bergen. Thank you.